Lieveren Allard. Je bent samen met Martijn uw presentator van de film Mijn Stad. 13 jaar oud en zit op Dansjes Merela. Als hobby zing ik in het Roepdans Jongenskoor. Hallo, ik ben Martijn Hersselman. Samen met Sybren gaan wij u Mijn Stad Rotterdam voorstellen. Ik ben 21 jaar en studeer in Utrecht op de faculteit Diergeneeskunde. Ik wil later graag dierenarts worden. Ik zing nu ongeveer 8 jaar bij het Rotterdams Jongenskoor. Vakantie gaan of een weekend naar grote steden zoals Londen, Parijs, Berlijn of Barcelona, maken ze vaak foto's of video. Die laten ze thuis aan anderen zien. Beetje raar dat er maar weinig Rotterdammers foto's en films maken over hun eigen stad, Rotterdam. Ongeveer 1 jaar geleden bemerkte Pieter, de maker van deze film, dit ook. En besloot de mooie stad Rotterdam vast te leggen op video en foto. In het bijzonder Rotterdam aan de Nieuwe Maas. Zoek het naar de geschikte achtergrondmuziek die zou passen bij de film, kwamen Anneke en Pieter in aanraking met het Rotterdam Jongenskoor. Uiteindelijk werd het Rotterdam at the River dus. Martijn en ik zingen in het Rotterdams Jongenskoor. Het bestuur gaf ons toestemming om de liederen van ons koor te mogen gebruiken voor deze videofilm. En zo kwam van het een het ander. Uiteindelijk is het een mooi resultaat geworden. Met schitterende beelden van Rotterdam, haar havens en de rivier. En met hele mooie nummers van ons erbij natuurlijk. Sommige nummers zijn Rotterdam werkelijk op het lijf geschreven. Wij zijn er klaar voor. Zullen we dan maar beginnen? Oké. Rotterdam is de grootste haven van Europa met een totale overslag van 378 miljoen ton. Rotterdam was tussen 1962 en 2004 de grootste haven ter wereld. Maar deze positie is overgenomen door Shanghai. Er zijn grote containerterminals en olieopslagplaatsen, zoals u vooral in het eerste gedeelte van de film zal zien. Van 1866 tot 1872 werd daarom de Nieuwe Waterweg gegraven, zodat Rotterdam een rechtstreekse verbinding met de Noordzee kreeg. In 1872 werd de Leuvenhaven en de Oude Haven aangelegd. Deze havens zien we later in deze film terug.
achter mij ziet u een van de oudste havens van Rotterdam. Het historische Delfshaven. Vanaf ongeveer 1868 verschenen er aan de Nieuwe Maas haventjes en scheepswerven. Dit was het begin van Delfshaven. Overigens bestond het plaatsje Delfshaven al zelfstandig vanaf het jaar 1795. Het maakte zich toen los van Delft. In 1825 kreeg ze zelfs stadsrechten. Maar in 1886 wordt Delfshaven aan Rotterdam toegevoegd. Oh ja, in 1940 bleef Delfshaven gespaard bij het bombardement. En is daarom een van de weinige stukjes van het oude Rotterdam. Vreemd Piet Hein. Wie? Piet Hein was degene die de beroemde zilveren vloot in 1628 veroverde de Spaanse bezitters. Oké, hoe weet je dat dan weer? Weet toch iedereen die in Rotterdam woont? Ik woon gelukkig niet in. We zingen zelfs met koor over. Heb je al gehoord van een zilveren vloot? De zilveren vloot van Spanje. Die... Ik weet het niet. Maar het zal wel goed zijn. Die had te veel Spaanse maten aan boord. Oh ja. Het is van oranje. Verder is Delfshaven bekend om de Genever, de dubbele palmboom, het zakkendragershuisje en de pelgrimskerk uit 1417. Ach joh, ik kan niet alles weten. Hey Martijn, wacht eens even! Nee, jij wel? Nee, lijkt me wel leuk. U zelf aangekookte vrees? Ja, nee, natuurlijk niet, joh. Martijn, weet je wel eigenlijk hoe hoog de Euromast is? Ja, ja. 150, 175 meter, zoiets. Dat is 7 meter plus het nieuwe Space Tower. Van 85 meter maakt de totale hoogte van 185 meter. Met de lift kun je helemaal naar boven. Dank je. 185, nou, 107 en 85 is volgens mij 192 meter. Nou, ik meet het even op. Hé, hey, ga met je mee. Thank you.
beetje ouderwet. Waarom? Toch heel leuk een stuk van de haven bekijken vanaf zo'n mooie boot. Nou, ik hou meer van het snelle werk, zoals de Formule 1 in de stad, of de Red Bull Air Race. Of dingen zoals de Dance Parade, of op het Stadhuisplein. En andere grote feesten in de stad. Het zal wel, maar mijn zee is jammer genoeg een stukje om die mee. De Kop van Zuid is een schitterend stukje Nieuw-Rotterdam met veel hoogbouw. Hier vlakbij wonen Corvine van ons, namelijk Max, Harold en Nico. Hé, hey, kijk nou, daar zijn ze aan het voetballen. Wat grappig. Ik ben Max en ik ben 14 jaar oud. Max, je zingt ook het Rotterdam Jongenskoor. Wat voor stem zing je? Sopraan. Sopraan. Dat is hetzelfde als je broertje. Ja. Maar ik vind dat ze die oude gebouwen niet moeten slopen. Niet moeten slopen. Weet je hoe het komt dat Rotterdam zo weinig oude gebouwen heeft? Ja. Vertel eens. Door het bombardement. Precies. Skotu. De wat? Skotu. Wat is dat? Politie. Jemig, waarom? Ik haat ze kant. Jemig, reemig. Met deze. Met deze, daar ben je niet mee bezig, hè? Niet? Doe je niet mee? Ja, dat zijn we wel mee bezig. Lukt dat? Ja. En zijn er bepaalde stukken die je dan heel mooi vindt of zo? Ja. Welk stuk is dat? Ik vind die verhalen mooi. Allemaal of? Steeds herhaling, hè? Nou, maar het is wel mooi. En ik ben 13 jaar. Je zingt het Rotterdam Jongenskoor. Wat voor stem zing je? Ik zing alt. Je hebt vier soorten stemmen. Je hebt de laatste, dat is bas. Eentje hoger, dat is tenor. Dan heb je nog eentje en dat is alt. En de allerhoogste is als het naast je huis. En wat vind jij mooie dingen? Sowieso veel faciliteiten zoals bowling en zwembad. Een mooi zwembad zoals Tropicana. En bioscoop nog dichterbij, want we hebben al een bioscoop best dichterbij, maar een Albert Heijn naast de deur. Oké. Okay. En ik zal onze belasting weggaan. Je belasting weg? Niet zo betaalt je wel belasting? Nee, maar dat is niet echt belasting. Okay. En een vuurwerkwinkel, vlakbij. Vuurwerkwinkel, ja. Dat was Tour de Jong. En dat is, dat zingt de koor ook? Ja. Kan je dat een beetje neuren? Je doet ongeveer aan of niet? Ja. En je zingt in het Rotterdam Jongenskoor. En wat voor stem zing je? Sopraan.
sopraan. Dat is anders dan je broertje, of niet? Ja. Zit het verschil in dan? Nou, sopraan dat is wat hoger. Vroeger was het wel al alt. Dus jij zingt hoger? Ja. Beautiful Liar. En van wie is dat? Van Shakira. En Shakira. En dat vind je een mooi en nummer? Music. Ja. En kan je dat meezingen of niet? Want ik zeg mij helemaal niks, hoe gaat het ongeveer? Kan je het een beetje neuren of zo? Voor Rotterdam, hè? Wat zou je dan ja, in ieder geval ook allemaal leuke dingen dus zijn mijn huis. Gewoon ja? Dichtbij in elk geval. Ik zou ervoor willen zorgen dat je altijd vuurwerk mag afsteken, zou ik willen proberen. Waarom? Omdat ik het heel mooi vind en leuk. Dat mag toch niet het hele jaar of wel? Ja, dat zou ik dan ook willen. Daar zou ik dan voor willen. Ja, dat was het. Thank you.
Thank you.
Een van de laatste plaatsen waar wij zijn is de Oude Haven. Hij is rond 1872 gegraven. Het maakt de eerste verbinding tussen de Nieuwe Maas en de benedenstroom van de rivier de Rotte. De Oude Haven is een mooi stukje Rotterdam en hoort zeker ook in deze film thuis. Zoals al eerder werd gemeld, werd in dit gebied in 1940 zwaar gebombardeerd. En dit is de reden dat Rotterdam een echt oud historisch stadscentrum mist. Heel bijzonder is wel dat de Lauderskerk, althans de klokkentoren ervan, en het Witte Huis nog bewaard zijn gebleven. Het blijven twee markante gebouwen in het centrum van Rotterdam. Het Witte Huis was ooit het hoogste gebouw van Rotterdam. Dat is nu niet meer voor te stellen met al die wolkenkrabbers. Ik heb eigenlijk wel doorgekregen van al het geveel mee gepraat. Nou, biertje? Ben je gek? Dan hoef ik niet meer thuis te komen. Nou, dan vinden we er wel wat anders op. Lord, in service of my love, we are God's own.
parcoursrecord uit 2004 van Felix Limo eraan gaat. En dat parcoursrecord staat op 2 uur 6 minuten en 14 seconden. Spanning vooraf. En voor het team het startschot voor deze Fortis Rotterdam Marathon. Nelsinho Piquet, half Nederlands, half Braziliaans. Hij had het ook naar zijn zin. Elk half uur. Oh, ik was elk uur een beetje meer Nederlands. Ook hij zwaaien naar het publiek. Bavaria in de rekening. Ten top. Hier ook nog even laten zien hoe hard je door Rotterdam komt. Met 2-0 te verslaan en zo de KNVB-beker te winnen. Het moest een feest worden voor iedereen. En dat werd het. Een deinende rood-witte massa met op het balkon van het stadhuis een uitgelaten spelersgroep. Opgelucht en opgetogen dat na een teleurstellende tweede helft van het seizoen toch nog... Ben je wel eens op zo'n snelle boot geweest met de Fast Ferry Rotterdam binnengevaren? Dat kan helemaal niet vanuit Portugal. Ja, daar gaat hij zo hard, joh. Dan kun je bijna achter water skiën. Lijkt me spannend. Thank you.
alleen een mooie DVD van de stad Rotterdam met hele mooie liederen van het Rotterdamse jongenskoor. Maar ook steunt u ermee een geweldig doel. Het grootste gedeelte van de opbrengst van deze film komt ten goede aan ons, het Rotterdamse jongenskoor. U dient er dus meerdere goede doelen mee. Deze DVD kan ook dienen als een mooi cadeau voor iemand in Nederland of voor vrienden in het buitenland. Een heel bijzonder cadeau, denken wij. En ik weet zeker dat u iets heel moois gekocht hebt. Namens onze vrienden van het Rotterdamse jongenskoor willen wij u bedanken voor uw steun aan ons. En wij wensen u nog heel veel kijk- en luisterplezier.